Zij is een hele grote rommelkont. Ja, is de wedstrijd? Want dan weet ik dat het 1-0 is. Oh, maar zij wint. Zij ja. Dit. Ja. Maar ik heb ook mijn kledingkast. Moet je ook niet dichtbij gaan staan als de deuren open gaan. Want dan rolt het er allemaal uit. Ik ben ook wat dat betreft verschrikkelijk. Maar mijn huis is denk ik wel meer opgegaan dan hun huis. Nou, ik maak thuis niet zo vaak schoon. Want ik heb één keer per week een schoonmaakster. En die is echt heel goed en die gaat dan echt 6 uur lang vol gas schoonmaken. Dus ik denk 1 keer per week. Ja, nee, 1 keer per week. Maar nou, soms 2 keer per week en dan kort, 3 uurtjes. Maar ik ben ook nog wel een beetje, heb ik wel van mijn moeder, dat ik toch ook nog een beetje ga opruimen voordat ze komt. Een soort hek, ja, jezus. Nou, ik vind wel, ik wil geen reclame maken, dus dat ga ik ook niet doen. Ik heb het verdomde ding gewoon zelf moeten kopen. Er is een bepaalde stofzuiger. Er zitten allemaal verschillende opzetstukken op en zo. Nou, die vind ik die wel fijn. Die stop je dan in de muur en dan laat die ook weer op. Ja, heerlijk. Ja, ik kom toch wel van gewoon de plastic zakjes waar je dan gewoon al een nat doekje uithaalt met geur. En even de pindakaas van het aanrecht haalt. Dat is toch wel echt gewoon dat ik denk van, dat is ook wel mooi uitgevonden. Natte doekjes. Perfect. De paarden staan er altijd echt perfect bij. Ik denk dat George zijn stal opgeruimder is dan jouw huis. Ja, dat klopt wel. Hij poept wel de hele tijd overal, dus dat is wel... Dat doet haar vriend niet. Nee. Dat zegt ze nu over de paard. Als je nu inschakelt, dus niet haar vriend. Eigenlijk, mijn vriend zegt altijd, ja, die paarden hebben het toch goed. Ze krijgen heel het eten, ze kunnen overal scheiden, het wordt maar opgeruimd. Oh, zo, dat lijkt me heerlijk. Als je lekker rondloopt, denk je, ik moet scheiden en dan laat je het lopen. En je hoeft het ook niet op te ruimen en je gaat wat vreten en je gaat weer door. Nou, ik kan wel. Ik vind het prettig om mijn gesprek voort te laten gaan tijdens dat ik toch naar het toilet ga. Dus ik laat gewoon de deur open, omdat ik dan door kan praten. Want het is allemaal verlies van tijd. Dus ik kan wel met de deur open zitten kakken. Omdat het gewoon tijdsbesparend is. Je leven op orde. Nou. Ja, weet ik niet. Ik denk dus dat je nooit denkt dat je leven echt op orde is. Wel momenten. Ja, en van de andere kant heb je inderdaad, ja, je hebt eigenlijk wel je leven op orde. Als er niks heftigs aan de hand is in je leven, dan toch, dan is het toch snel op orde. Precies, jij dan met de kinderen heb ik met de paarden, als alles lekker op stal staat, alles is schoon. Je zit lekker aan een bakje avondeten, denk je, nou, ik heb de dag weer overleefd. Ja, goed voor elkaar. Ja, ik jij wel. Jij hebt de bezem door je vrienden in stand gehaald, toch? Ja, maar niet heel vaak en niet structureel gelukkig. Nee, niet iedere week. Het is niet dat ik iedere week denk, die heeft niet geappt. Die konijn, je hebt niet geappt. Nee. Wat weten mensen niet van ons waarvan je denkt van dat zou ik willen zeggen? Nou, wat ik niet van jou wist, is dat je eigenlijk bijna nooit huilt. Oh ja. En wat ik niet van jou wist, is dat je EMDR-therapie doet. Ja. Dat is heel heftig. Ja, alsof ik dit nu geef aan mensen. Ja, dat is. Mensen wil hebben nog iemand? Aan. Ik denk ook wel dat mensen verwachten dat ik altijd heel opgeruimd ben. Want dat denk ik dan helemaal niet of zo. En jij hebt ook als je de kast open doet, dat er een tas op je hoofd valt. Ja, alles. Alles kwijt ook. Ik ben ook hele dure sieraden, geen idee waar die zijn. Je moet mij nooit iets geven, want ik weet het dan niet gewoon. Nee.